Yo kijkers van Doe Maar Gamen! Super awesome dat jullie allemaal kijken naar deze gloednieuwe video hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Mijn naam is Job en jongens en meisjes, ik kan jullie met zekerheid vertellen dat dit een best wel speciale video is. Ik raad jullie ook zeker weten aan deze video allemaal even goed te bekijken. Geen idee waarom ik dat gebaar maakte wanneer ik het had over bekijken. Maar ik raad jullie ook zeker weten aan om even goed te luisteren tijdens het kijken van deze video. Want jongens meisjes, ik ga er ook niet al te veel omheen draaien. Ik kan jullie met enthousiasme mededelen dat er namelijk op het moment een Doe Maar Gamen t-shirt te koop is. Ik heb de afgelopen tijd vaak de vraag gekregen van kijkers van Job, heb jij eigenlijk je eigen merchandise? Bijvoorbeeld een eigen t-shirt. Nou, tot de dag van vandaag of eigenlijk tot een paar dagen geleden heb ik dat dus officieel. Er is namelijk nu een Doe Maar Gamen fanshirt te koop. Ik vind hem er ongelooflijk vet uitzien. Ik zal nu even een plaatje in beeld laten komen van hoe het t-shirt eruit ziet. Het is een heel erg mooi strak design, al zeg ik het zelf. Het is niet al te druk, maar tegelijkertijd wel heel duidelijk. En uiteraard met mijn lievelingskleur geel. Nu vragen jullie je waarschijnlijk af, Job, waar kunnen wij zo'n episch t-shirt halen? Nou jongens en meisjes, er is een website die jullie even kunnen checken. De link van die website zal bovenaan in de beschrijving staan, want die website is namelijk hitpoint.tv. En hitpoint.tv is een website waar jij allerlei verschillende soorten merchandise kan vinden van allerlei verschillende soorten YouTubers. Dus er is niet alleen een shirt te koop van mij, oftewel een Doe Maar Gamen shirt, maar er zijn ook hele vette shirts te koop van DDG, van HGP, er zijn shirts te koop van Reve, er zijn shirts te koop van Lars. Er zijn gewoon vele verschillende soorten Nederlandse YouTubers die daar hun merchandise verkopen. En ik heb heel wat ontwerpen op de website voorbij zien komen en ze zien er echt super episch uit. Ook kun je op die website andere dingen kopen die te maken hebben met gamen, die met YouTube te maken hebben. Ik heb zelfs gehoord dat er een hele vette game PC te koop is. Een game PC waar je op kunt editen, waar je vette games op kunt draaien. Dus ik raad jullie zeker weten aan die website even te checken. Ik ben echt super enthousiast over het feit dat er nu dus gewoon eigenlijk een soort van Doe Maar Gamen t-shirt te koop is. Ook is het zo dat de t-shirts die je koopt op hitpoint.tv een wat betere kwaliteit t-shirt is dan dat je bijvoorbeeld koopt bij Spreadshirt. Ik raad jullie dus zeker weten aan de website even te checken. En jongens en meisjes, je kunt zelfs nu al bijvoorbeeld een Doe Maar Gamen shirt pre-orderen. Dat houdt in dat je hem als het ware een soort van reserveert. En wanneer de Doe Maar Gamen shirts dan officieel te verkrijgen zijn, dan zal jij er eentje binnenkrijgen. Ik ben heel erg benieuwd wie van jullie een shirt van mij gaan kopen. Ik zou het in ieder geval super vet vinden dat als jullie een shirt kopen, dat jullie er dan ook gelijk even een vette selfie van maken. En dat jullie dan even opsturen naar mijn Twitter, namelijk @dutchtuber. Iedereen die een selfie maakt, ja, en mijn shirt aan heeft als het ware, die ga ik sowieso even een followback geven. Want ik vind het namelijk super awesome om te zien dat jullie, ja, dat epische shirt zouden willen kopen en ook zouden willen dragen. Dus jongens en meisjes, check even hitpoint.tv voor verschillende soorten merchandise, vette merchandise van verschillende soorten YouTubers. Check het gewoon even. Je kunt ook polsbandjes kopen. Ik heb trouwens nu de website, heb ik hier op mijn monitor aanstaan. Niet omdat ik niet weet wat ik moet zeggen, maar in eerste instantie wou ik op deze manier de video maken. Maar toen kwam ik erachter dat mijn belichting zeg maar hier zo staat. Super random. Ik heb namelijk letterlijk een softbox die kapot is gegaan. Die heb ik zeg maar zonder houder heb ik die gewoon tegen de muur aangezet, waardoor er net wat meer belichting mijn kant op kon tijdens het opnemen. En hier zo staat mijn andere softbox. En deze softbox die is gelukkig nog goed. Dus daar is niks mee aan de hand. En hopelijk blijft het ook zo. Check dus even hitpoint.tv. Ik ben benieuwd of jullie ook een Doe Maar Gamen fanshirt gaan halen. En ik denk dat als ik er binnenkort eentje binnen heb, dat ik er dan misschien ook wel eentje kan weggeven aan jullie. Dus jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Check even de bovenste link in de beschrijving. En tot de volgende keer. Laat even een like achter als je de video leuk vond. Abonneer ik kan hier onderaan de video. En dan zeg ik, later mensen.